Hi, Robin hier en welkom bij deze speciale video. Vandaag is het een do-it-yourself, oftewel een do-it-zelf video. Aangezien ik de komende tijd toch nog wel even thuis zit, moet ik ook een bureau in elkaar zetten voor het werk. En dat is wat we gaan doen. Eigenlijk heel simpel gezegd, ik heb een voorbeeld gehad van van een bureau die ik graag wil hebben. Die zie je daar ergens vaag zie die leggen. En ik had zoiets over, nou weet je, ik heb toch echt een bureau nodig, dus daar gaan we nu wat van maken. De benodigdheden die komen zo in beeld te staan. En de platenhout die heb ik uiteraard zelf gezaagd. Ja, verder kan je dit ook allemaal laten doen, de zagen, dat je het alleen in elkaar hoeft te zetten. Maar ja, het bureau aan zich, als je het zou kopen via internet, zou het minimaal 2.500 euro zijn. En nu ben je met zo'n, nou het zal het zijn met een, nou 150 euro ben je toch wel een heel eind. Ja, het enige wat je dan moet doen is zelf wat tijd erin steken. Dus we gaan lekker beginnen. Ik ga kijken hoe ver we de stappen kunnen volgen die erin staan. Het zal ook gebeuren in de vorm van een timelapse. En uiteraard zal ik ook ondersteuning krijgen bij het in elkaar zetten. Want het hout is toch behoorlijk dik en ook behoorlijk zwaar. Maar goed, we gaan het zien. Veel plezier met kijken. Ondertussen zijn we een uurtje verder. Het heeft wat vloeken, schelden en wat getieren gekost. Maar uiteindelijk zit ongeveer het bureau nu voor drie kwart in elkaar. Ik zal kijken, nou, ik kan het beeld nou niet draaien. Nou, misschien wel. Ja. Het bureau zit nu voor drie kwart zo'n beetje in elkaar. Het is nu nog één zijkant erop zetten en dan wordt de bovenkant in elkaar gezet. In ieder geval, het gaat beter dan wat ik had gehoopt en ook uiteraard had verwacht. Dus we gaan weer verder met de timelapse. Ja, dan moet je volgens mij nog iets van vijf schroeven erin draaien. Is dit ding leeg? Ik kan nog een klein stukje kijken erin draaien. Leeg. Zoals je net hebt kunnen zien, heb ik het laatste stukje van het bureau erop gezet. Het probleem is een beetje, nou ja, zoals je net zag, de accuschroefdrol is leeg. En we hebben echt net een nieuwe binder gekregen. Voor nu ga ik het even hierbij laten. Het enige wat we nou moeten doen is hier ook deze vastschroef aan de zijkant. De twee balkjes aan de achterkant nog even vastzetten. En dan zit het hele bureau in elkaar. Maar in ieder geval, dit is... hij is te groot, ik kan het niet laten zien. Wat er wel gaat veranderen, dan kan ik even kijken of ik dat zo kan doen. Nou, dat kan. Hier stond eigenlijk de bedoeling dat hier dus een laadje in zou komen, origineel. Gaat hem niet worden. Wat we gaan doen, we gaan hier nog een plank, of hier gaan we erin maken. Met een, nou, dat je hier boven nog wat extra opbergruimte hebt en hieronder wat meer.
En hetzelfde geldt voor de andere kant. Dat is eigenlijk exact hetzelfde in elkaar gezet. En dan is het klaar. En dan is wachten tot de verf binnen is. En ja, dan kan ik waarschijnlijk nog wel weer een nieuwe update video maken. In ieder geval voor nu ga ik het hierbij laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze do-it-yourself of do-it-zelf video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En als je meer hiervan wilt zien, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.